ben hier in het leuke kleine dorpje Schaik in Brabant. En zoals jullie zien, achter mij een villa met een heel karakteristieke rieten kap. Als je nou denkt dat hier een minister of een prins woont, nee hoor, niks is minder waar. Hier in deze villa wonen Elisa en Frank met hun twee kinderen. En ze hebben deze villa 2 jaar geleden laten bouwen. Laten we gaan kijken. Elisa, hi. Welkom. Wat een mooi huis, echt schitterend. Dankjewel. Maar jij en jouw man zijn nog heel jong. Kun je me misschien toch stiekem vertellen hoe je dit hele mooie huis hebt kunnen realiseren? Je kiest zelf niet je eigen nestje uit waar je in geboren wordt. Ja, en ik heb het geluk gehad dat ik in dit nestje ben geboren en dat ik zo'n prachtig huis heb mogen bouwen van mijn ouders. En papa die zegt altijd, geef het liever met een warme hand als met een koude hand. En ik ben daar gewoon heel blij mee. Had je specifieke wensen voor dit huis? Een bepaald beeld? Wat voor type huis van tevoren al? Het moet warm zijn, de kinderen moeten zich thuis voelen, de hond moet gewoon binnen kunnen. De Brabantse gezelligheid die moet erin zitten. Ontzettend gezellige keuken heb je. Je hebt natuurlijk de open haard. Zit je hier vaak met de kinderen? Wij zitten eigenlijk altijd in de keuken. Ja. Wij zitten meer in de keuken als in de kamer. Waar ga je s'avonds als laatste naartoe? Dan ben je ook in de keuken. En waar ga je s'ochtends eerst naartoe? Dat is de keuken in en naar je koffiezetapparaat. Dit is volgens mij een van je favoriete plekken dus. De keuken. Kun je me nog meer mooie favoriete plekken laten zien? Zeker. Zullen we dan naar het zwembad gaan? Oh ja, 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 ja. Hé, de kelder. Een waanzinnige bar. En sauna, et cetera. Nou, dit moet wel een favoriete plek zijn, inderdaad. Ja, dat is het zeker. Het is natuurlijk wel echt een supermooie ruimte. Waar is het zwembad dan? Sta maar, joh. Ach, echt? Dat hier? Hieronder is het zwembad. Nou, ik heb al veel gezien, maar dit slaat alles. Hey Elisa, heel erg bedankt voor deze rondleiding. Graag gedaan en ik vond het echt superleuk dat jullie een kijkje kwamen nemen in ons droomhuis. En volgende keer weer een droompaleis. Tot dan!